Deze week in Ede TV Nieuws. Wel mooie fietspaden. Die helemaal versleten is. Geen gratis ID-kaart meer. Dus is geweldig. En geen commerciële activiteiten. Het zou me erg tegenvallen. Dit is Ede TV Nieuws. Maar we beginnen met aandacht voor fietsende scholieren. Wij zijn in Ede, het kader van Food Valley, samen met Wageningen volop bezig met de ontwikkeling van de kennisas Ede-Wageningen. En daarin vallen zowel de campus in Wageningen als de nieuwe campus in ons eigen Ede bij. En waar we mee bezig zijn is met name te kijken over die fietsverbindingen tussen beide gebieden en het station Ede-Wageningen. Of we daar een forse verbeterslag in kunnen bewerkstelligen. Ja, want er liggen nu natuurlijk wel fietspaden, maar die zijn veelal gevaarlijk, vindt de gemeente. Er zijn best een heel aantal knelpunten. Met gevaarlijke oversteken, ontbrekende stukjes. Stukjes waar je echt door kruip, door sluip, door een woonwijk heen moet. Allerlei plekken waar enorme verbeteringen bewerkstelligd kunnen worden. En daar zijn we over het nadenken hoe we dat gaan invullen. En dat nadenken kan best nog wel even duren. We gaan nu met elkaar een studie opzetten hoe we dat in de toekomst voor elkaar willen krijgen. De eerste projecten daarvan zullen ook best binnen nu een jaar of twee, drie daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Maar je moet ook realiseren dat er projecten bij zullen zijn die misschien wel 5 of 10 jaar duren voor ze gerealiseerd worden. Het gaat er nu in eerste instantie om dat we met elkaar een heldere visie hebben hoe we die fietsverbindingen goed voor elkaar willen maken. De gemeente is dicht bij huis ook bezig om het een en ander te verbeteren. De kruising Molenstraat-Raadhuisstraat gaat namelijk op de schop. We hebben met elkaar vorig jaar al met de raad afgesproken dat we de verkeerslichtinstallatie die helemaal versleten is, zullen gaan vervangen. Nu hebben we op een ander project, ook een fietsproject, geld overgehouden bij een aanbesteding. En nu is het voorstel aan de raad om dat geld erbij te plussen bij de Raadhuisstraat, zodat we dan wellicht een rotonde kunnen gaan aanleggen. En dat betekent ook voor de fietsers een substantiële verbetering van de veiligheid. Goed nieuws dus voor alle fietsende Edenaren. Johan van Kouterik is sinds kort interim directeur bij Permar in Ede geworden. Hij zal de taken van de onlangs vertrokken Rob Spiegelenberg overnemen. Nou, voor de Perma betekent het dat er vanaf nu iemand nieuw is die de leiding en de verantwoordelijkheid voor het bedrijf heeft. Aangesteld door het bestuur op interim basis. Dat betekent dat het een kortere periode is vooralsnog. En dat er een aantal prioriteiten gesteld zijn die verwacht worden door de interim directeur opgepakt gaan worden. Voor mezelf betekent het samen met Perma een geweldige uitdaging aangaan. Ik ben hier vandaag voor het eerst bij Perma begonnen. Ik heb het bedrijf vandaag wat beter leren kennen. Het is een geweldig mooi bedrijf. Erg gemotiveerde mensen die allemaal begaan zijn met het werk wat ze doen. Dus dat is een grote uitdaging. Want we weten dat Perma financieel de laatste 2 jaar, vorig jaar en ook dit jaar, toch minder goede tijden kent. We hebben bovendien te maken met wetswijzigingen die op ons afkomen. Dus vandaar dat er toch wat zorg is, ook bij bestuur. En aan mij de taak om samen met de werknemers rust in de organisatie terug te brengen. En in vertrouwen aan de toekomst te gaan werken op Perma. Vlak na het vertrek van oud-directeur Spiegelenberg gaf hij in een interview aan dat er 500 banen zouden gaan verdwijnen binnen Perma. Ik heb het uit de media dat die uitspraak gedaan zal zijn. We weten dat er een nieuwe wet op ons afkomt. We weten ook dat dat consequenties zal hebben voor de sociale werkvoorziening zoals die in de huidige vorm bestaat. De effecten daarvan die zijn absoluut nog onduidelijk. Het bestuur, waar ik deze week 2 keer mee gesproken heb, heeft daar ook nog geen duidelijk beeld van. Wat we wel weten is dat we dan over een veel langere termijn praten. En dat betekent ook dat er dan een ander soort werk ontstaat. Maar dat betekent ook dat mensen hier vanuit Perma mogelijk in een andere hoedanigheid ergens anders te werk gesteld zullen zijn. Dus je moet dat in een totaalplaatje zien. Maar dat is een van de onderdelen waar we moeten gaan werken. En de nieuwe interim directeur gaat er vol vertrouwen in. Er is vertrouwen in het bestuur. Er is ook vertrouwen in de door de bestuur aangestelde interim directeur. Dat heb ik vandaag zo mogen ervaren. En ik heb zojuist met de ondernemersraad ook de delegatie daarvan gesproken. En die hebben het volledig vertrouwen in mij uitgesproken. En we hebben afgesproken dat we samen de komende maanden de zware klus gaan oppakken. En hij heeft gelijk al een eerste doelstelling die hij wil bereiken. Mijn eerste opdracht is om de verhouding tussen inkomsten en uitgaven beter weer in evenwicht te brengen. Dus dat is iets waar we vanaf vandaag gaan werken. Nou, sommige beslissingen zullen heel kort termijn effect hebben. Andere beslissingen zullen wat meer tijd nodig hebben om daar het rendement van te zien. Dus wat ik bereikt wil hebben, dat we de structuur wat omgebouwd hebben. Dat we meer samenwerken binnen de organisatie. Dat we een betere communicatie hebben. En dat het vertrouwen wat deze week zowel door bestuur als door de gemeenteraad in mij is uitgesproken, dat die beschaamd is.
Buurtcentrum De Kei mag geen commerciële activiteiten meer organiseren in haar gebouw. Dit op last van een uitspraak van de rechter. Ja, dat klopt. En op zich ook niet verrassend. Want een bestemmingsplan is natuurlijk het ultieme middel waarin de gemeente zijn verhaal kwijt kan en burgers zekerheid hebben. En in dat bestemmingsplan staat inderdaad dat er geen commerciële activiteiten mogen plaatsvinden in De Kei. Ja, ik denk dat dat heel helder is. Wij hebben eigenlijk nooit deze feesten mogen organiseren. Maar doordat we het natuurlijk heel hard nodig hebben voor onze inkomsten, hebben wij al 60 jaar deze feesten binnen ons huis gehad. Vorig jaar nog is dat bestemmingsplan vastgesteld. En dan is het vreemd als je heel kort na de actualisering van een bestemmingsplan komt met een gedoogvergunning. Nou, het is natuurlijk een verenigingsgebouw, dus je mag geen commerciële activiteiten binnen een verenigingsgebouw organiseren. Maar ja, je hebt het financieel natuurlijk vreselijk hard nodig. En niet alleen wij, maar ook andere verenigingen hebben dat natuurlijk al heel lang gedaan. En daarom had de gemeente een gedoogvergunning uitgegeven, maar deze is nu door de rechter van tafel geveegd. Dit omdat buurtbewoners veel last van die commerciële activiteiten hadden. In de culturen die hier dan feest vieren, is het toch gewoonte om veel buiten het feest te vieren. En 's avonds laat gaat men dan weg en de jongelui gaan proberen wie de beste geluidsinstallatie in zijn auto heeft. En meestal wordt er vuurwerk afgestoken. En toch leuker is om in een kolonne naar hier vandaan te vertrekken en dan allemaal de klakson aan te hebben, s'nachts om 1 uur. Als wij nu moeten stoppen, lopen wij iets van 50.000 euro inkomsten mis op jaarbasis. En dat is natuurlijk voor een vereniging heel veel geld. Mede doordat het natuurlijk ons eigen gebouw is en we het ook moeten onderhouden. En dat is dan haast niet meer te doen. En daarom zit nu De Kei met de handen in het haar over hoe het nu verder moet. Ik weet het niet. Ik heb vorig jaar, toen wij moesten stoppen al van de gemeente, hebben we dus 1 jaar geen activiteiten gehad. Toen heb ik inderdaad de noodklok geluid bij de wethouder Simon van der Pol. En hij heeft toen gezegd van oké, we gaan kijken of we hier een oplossing voor kunnen creëren. Vandaar dus die gedoogvergunning. Bovendien heeft de gemeente in zijn eigen gedoogvergunning gezegd: het past niet, we zullen het nooit in een volgend bestemmingsplan toelaten. En als de rechter spreekt, dan is het over en uit. Dus duidelijker kon de gemeente toch ook zelf niet zijn. Als dat niet doorgaat, dan zal ik weer de noodklok moeten luiden bij de gemeente. Maar of we daar iets mee opschieten, dat is dan nog de vraag. Het zou me erg tegenvallen als de gemeente nu zijn eigen op schrift gestelde woorden niet zou nakomen. Dus eigenlijk verwacht ik dat ons bezwaar gegrond wordt verklaard. Wij doen natuurlijk heel veel aan jeugdopleidingen en dat kost ontzettend veel geld. En dat moet toch ergens vandaan komen. Dus niet alleen het gebouw dat het op moet brengen, maar we hebben natuurlijk veel meer activiteiten binnen onze vereniging. Maar met elkaar kunnen we het op deze manier eigenlijk in stand houden. Het zou mooi zijn als beide partijen er samen op een goede manier uit kunnen komen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel eerst met elkaar om tafel gaan zitten. Op de afdeling burgerzaken kunnen ze het weer wat rustiger aan gaan doen de komende tijd. Want gratis ID-kaarten hoeven ze niet meer uit te delen. Ja, de uitspraak van de Hoge Raad op 9 september heeft bepaald dat de Nederlandse identiteitskaart gratis verstrekt dient te worden aan mensen van 14 jaar en ouder. Maar die uitspraak is nu alweer omzeild door een spoedwet waarin staat dat er gewoon weer betaald zou moeten worden voor een identiteitskaart. Maar dat weet niet iedereen. Sommige mensen kwamen nog vol goede moed naar het gemeentehuis. Ik was toevallig toe aan de nieuwe ID-kaart, maar die voor mij was verlopen. En ik denk van, er wordt weer geld uitgegeven. En nu blijkt dan dat het gratis is. Geweldig. Eenmaal bij de balie moet ook deze man gewoon weer het tarief van ruim 40 euro betalen om zijn nieuwe ID-kaart te krijgen. Enthousiast begonnen ruim 700 kinderen aan de opschoondag op de Ginkelse Heide in Ede. Nou, het is de natuuropschoondag. Het is denk ik ongeveer 10e jaar. We hebben 3 jaar lang is het niet geweest. Maar de promotiecommissie van de VVV die heeft gezegd van goh, kunnen we dat niet weer oppakken. Toen hebben we afdeling communicatie gesproken van de gemeente en het natuurcentrum en PERMA. En uiteindelijk iedereen zei van we gaan het weer doen. We zijn met 40 vrijwilligers van al die organisaties en ja, we proberen het goed te doen in ieder geval. Ja, het is fantastisch hè. Opschoondagen, heel de hein weer ontdoen van allerlei bomen en zo. Zodat het hier weer een mooie open vlakte wordt. Met 700 Edese kinderen die al vanaf vanmorgen 9 uur bezig zijn. Ja, fantastisch.
vind het belangrijkste dat ze worden geconfronteerd met de natuur. Dat ze ook zien hoe mooi die hei toch kan zijn. Dat ze ook eens actief bezig zijn met die natuur. En daar kan geen les tegen op. Dat moeten ze gewoon in de praktijk doen. En wij als gemeente zijn er heel gelukkig mee. Want daarmee is de hei ook weer helemaal ontdaan van het Amerikaanse... hoe heet die dingen ook alweer? Kers. We zijn bij het Belgenmonument geweest. En we hebben... We zijn bij de schapen geweest. Nou, eigenlijk was alles wel leuk. Waarom dan? Gewoon. Ik vond het wel leuk in buiten school. Geen les. Maar buiten school, je hebt toch wel wat geleerd, neem ik aan? Nou, dat moet nog komen. Wat heb je dan de hele dag gedaan? Belgische monument kijken. En schapen. En rondgelopen meer. Wat heb je dan al geleerd? Dat schapen geen boventanden hebben. En dat hier het kamp was van de Belgen. Nou ja, je hoeft lekker niet te leren. Nou, je leert natuurlijk wel wat, maar niet op school. Wat heb je al geleerd vandaag? Nou ja, dat er dus een Belgenmonument hier is, wist ik helemaal niet. Je weet nu wel meer van dat Belgenmonument af? Ja. Nou, meestal met een schoolreisje wisten we ook wel af wat met iets leerzaams en iets leuks. Maar ja, hier ga je toch wel wat anders doen dan bij een schoolreisje. Maar wat mis je dan? Het leuke of het leerzame? Het leuke en het leerzame eigenlijk allebei wel een beetje. Dus je bent hier eigenlijk gewoon voor niets? Nou, niet echt, want we leren wel weer iets. Maar het is ook wel weer een beetje leuk, maar het is niet een schoolreisje. Nou, vandaag hebben heel veel scholen ingeschreven voor de opschoondag. Dat is opslag weghalen rond de Drieberg. Waar de kudde eigenlijk niet meer komt daar zo en dan zie je gelijk bos ontstaan. Dus dat is ontzettend mooi. Wat legt u de kinderen zo uit? Nou ja, dat hier geen bos is ontstaan omdat de schapen heel veel hier komen. En dat we het heidelandschap willen bewaren. En dat er niet te veel opslag mag komen. En ik vertel wat over het schaap en wat de schaap doet en hoe het schaap eruit ziet. En het ras, alles over een herder, wat een herder zo dagelijks tegenkomt en wat hij in het veld doet. Dat vertel ik ze. We zijn met de schoolklas zijn we bomen aan het omzagen op de hei. En dat is best grappig. Nou, wat vind je zo leuk aan of grappig wat je zegt? Het is ook wel leuk om te doen een keer. En je hoeft lekker niet naar school, dus dat is wel leuk. Ja, morgen helaas wel weer naar school, ja. Maar dan hebben we weekend, dus dat scheelt. En dat merk je dus ook bij de kinderen. Dus ze komen haast niet in de natuur. Terwijl die natuur bij ons zo omvangrijk is. En waar zoveel te genieten valt. En als ze op deze manier met die natuur worden geconfronteerd, dan hoop ik ook dat ze wat vaker hier terugkomen met hun ouders.